Nou, eigenlijk kun je daar wel omheen, hè? Het is een rotonde. Maar je zegt je kunt er niet omheen. Maar dat is niet waar, want het is een rotonde. Nou, laat maar. Laat maar, ga maar door. Rob, rotonde. Rob, rotonde. De rotonde. Voor het Mediapark in Hilversum is de Joost en Draaier rotonde. En die heb ik een heel jaar geadopteerd. En daar mag ik dus op die bordjes zetten wat ik wil. En dat laat ik graag aan de luisteraar. Wil je iemand eren, feliciteren of in het zonnetje zetten? Het mag allemaal op die rotonde. En dan sta je een hele maand met drie anderen op zo'n bordje. En dan rijdt iedereen daar langs. En dat is leuk, want dan, ja, dan word je gezien. En Frank, goedemiddag. Hi, goedemiddag Rob. Wie moet er volgens jou op de rotonde? Mijn dochter, Emily. En waarom? Emily is een jaar geleden overleden. Ze verdient een podium voor de echte waanzinnig mooie dingen die ze heeft gedaan, gezongen, gespeeld. En dat podium dat heeft ze een beetje opgezocht via bijvoorbeeld het YouTube-kanaal wat ze had. Mm-hmm. Maar ik vind nog steeds dat ze een wat groter podium verdient en dat iedereen er mag zien. Ja. En want ik begrijp, zij heeft zelfmoord gepleegd. Ja, ja. Inderdaad. Jouw dochter. Ja. En nogmaals, wat was zij voor iemand? Wat deed ze allemaal? Waarom was zij zo'n bijzondere meid? Waarom was ze zo bijzonder? Ondanks de vreselijk diepe dalen waar ze doorheen moest, maakte ze iedereen blij met de muziek die ze maakte. Ze speelde piano, gitaar, zelfs een beetje viool. Gaf er in de handen wat je wilde. En ze maakte er iets moois mee. Dat was echt fantastisch. Ja, precies. Tekeningen, schilderijen voor anderen maken. En echt stukken dat je zegt van wow, dit is zo fantastisch mooi. Ja. En er gewoon bijna niks voor vragen. Gewoon als een vriendendienst weer weggeven. Terwijl ze hadden echt er geld mee kunnen verdienen. Ja, precies. Het was een goed mens. Absoluut. Hey, en Frank, ja. Ik begreep dat het in november een jaar geleden is. Ja, 7 november. En wat heftig, hè? En ik vind het echt knap dat je belt ook. En ik heb een verrassing voor je. Want Emily, die krijgt de hele maand november haar eigen plekje op de rotonde in Hilversum. Echt, kippenvel tot op mijn kuiten, man. Echt, dit is zo waanzinnig. De hele maand, iedereen die er voorbij komt, ziet haar staan. En ik kan daar zien, zoek een mooie foto uit, wat voor een leuke meid ze was. Oh, dat ga ik zeker doen. Die ga ik jullie toesturen. En er komt daar een hele knappe meid op de rotonde. Let maar op. Frank, dankjewel. Jou ook dankjewel, Rob. Dankjewel. Iemand aanmelden voor de rotonde? Ga naar 3fm.nl/rotonde. Rob, rotonde.